Mijn naam is Jan Verhulst. Ik heb een zaak in de thuiszorg. Dus een bandagisterie, thuiszorgwinkel. Wat houdt dat in? Alles wat met thuiszorg te maken heeft, met kwetsuren, ziektes, alles wat je maar kunt dromen eigenlijk. Dus wij werken op voorschriften van specialist dokters. Voor terugbetalingen via het ziekenfonds bijvoorbeeld. Wij zijn ook verdelers van rolstoelen, van scooters, van elektrische rolstoelen. Je kunt het niet denken. Toiletartikelen, badkamerartikelen, steunkousen, steunzolen. Allee, ja, alles wat in die sector zit, dat verkopen we eigenlijk. En hoe is de zaak nu eigenlijk juist ontstaan? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Mijn echtgenote, dat was eigenlijk een verpleegster en die werkte in Antwerpen in Sint-Augustinus op de pediatrie. En die is eigenlijk omgeschakeld in 1999 naar de thuisverpleging. Dan heeft hij 2 jaar bij iemand gewerkt als thuisverpleegster, zelfstandige thuisverpleegster. En heeft hij een eigen zaak opgestart met één patiënt. En ondertussen zitten wij, de zaak is verkocht sinds vorig jaar, de thuisverpleging. Dan zitten wij aan 160 patiënten per dag. En we werken met 10 verplegers en verpleegsters op zelfstandige basis eigenlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk een boom geweest. En dan heb ik uiteindelijk 10 jaar geleden een thuiszorgwinkel geopend. Omdat er eigenlijk bij ons in de gemeente behoefte aan was. Dus wij verkopen ook aan particulieren, zowel als aan professionelen. Die thuisverpleging die komt dan ook bij ons zijn materialen kopen voor alle patiënten. Hè. Dus eigenlijk is het eigenlijk een gevolg van de thuisverpleging. En dan hebben we ondertussen over in 2013 september hebben we dan op Antwerpen Linkeroever hebben we dan ook een comfortschoenenwinkel geopend. Ook een schoenenwinkel voor mensen met probleemvoeten. Dat is dan ook weer het gevolg van de thuiszorgwinkel. En dat is mijn zoon die daarin staat. Dat is eigenlijk de gerant, zal ze zeggen. Dus het is een aaneenschakeling van alles in feite. En hoe zouden we nu eigenlijk zelf klantvriendelijkheid omschrijven? Bij ons, we zitten in een speciale sector, dat moet ik al zeggen. Hè. Dus we zitten met veel mensen met kwaaltjes, operaties, problemen. Wij moeten dat altijd speciaal aanpakken. Dus wij moeten eerst en vooral luisteren naar de klant. Nog eens luisteren. En informeren, dat is heel belangrijk. Hey, want als die dikwijls bij ons een steunkous moeten hebben, dan moeten wij wel juist weten wat voor een type kous dat wij moeten geven. Dikwijls is het voorgeschreven, maar dikwijls komen ook mensen om een steunkous, omdat een huisdokter het gezegd heeft. En dan moeten wij informeren wat eigenlijk het probleem is bij die mensen. En daaruit kunnen wij dan bijvoorbeeld een type van een kous naar die klant toe aanbieden. Dus wij moeten echt heel goed luisteren. En dan kunnen wij verder gaan, zie je? Dus dat is voor ons klantvriendelijkheid. Dus, en geduld, veel geduld. Veel geduld, ja. Komt er ook bij kijken, ja. Dan hebben we ook een laatste vraag voor u, meneer. Wat vindt u van Handelsgids? Ik ben nu toch al een jaar of 5 bij Handelsgids aangesloten. En dat is, ik vind dat een positief item dat we kunnen gebruiken. Voor onze bekendmaking vooral. Hè. De mensen kunnen ons vinden op Handelsgids. En verder, ja, de wedstrijden die dan worden gedaan met de tickets en de lotjes, de mensen binnen dat te kennen. Nee. Hè, dus dat is voor de klant is eigenlijk het belangrijkste. Die wedstrijden, hè. Dus die lenteactie, die eindejaarsactie, daar wachten ze soms al op. Zie je? Maar Handelsgids voor mij is, je kunt er altijd met problemen naartoe, je kunt telefoontje links, rechts, wordt altijd geholpen. Heel vriendelijk geholpen ook trouwens. Dus dat vind ik wel fijn eraan, ja.